Meneer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. Ik hoor de heer Van Raan zeggen dat we in zijn ogen nog lang niet de doelen hebben gehaald die we moeten halen aan CO2-reductie en zo. En er komen allerlei dingen over tafel. Heel Nederland moet vegetarisch worden. We moeten stoppen met de gedachte dat we economische groei gaan hebben. Dat zijn hele heftige uitspraken, hele heftige toekomstbeelden. Maar ondertussen betaalt Nederland natuurlijk al ongelooflijk veel aan al die klimaatplannen die nu al worden gerealiseerd. De benzine is maar meer dan 2,5 euro gegaan per liter. Energierekening explodeert. Heel Nederland komt vol met die afgrijzelijke windturbines. We doen al zo ontzettend veel wat ons leven minder fijn maakt, minder gelukkig, dat ons armer maakt, dat ons land lelijker maakt enzovoorts. Is het niet veel effectiever, vraag ik via de voorzitter, als je dan gelooft dat je CO2 en zo moet terugdringen, om katalysators bijvoorbeeld cadeau te doen aan de mensen in India, of om elders in de wereld waar ze veel en veel meer CO2 uitstoten, om daar dingen aan te doen. Als je dat allemaal gelooft, dan is Nederland toch niet de plek om dat te gaan invoeren. Dat is toch een hele inefficiënte besteding van middelen. Heer Van Raan. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ga de heer Baudet op twee manieren bedanken. Namelijk één, dat hij zegt, ja, het zou een goede zaak zijn als heel Nederland vegetarisch zou worden. Dat heeft hij mij niet horen zeggen. Dat vindt hij zelf kennelijk een goed idee. Dank daarvoor. Tweede punt betreft, ja, hoe kunnen we nou het buitenland, het elders, in de brede welvaartsmonitor termen gesproken, helpen op een duurzame manier, zodat zij zelf voorzienend worden op een goede manier. Hij noemt dan een paar instrumenten. Ik denk dat we daar misschien ook een keer een kopje koffie over moeten drinken, want ik denk dat wij andere systemen voorstaan. Maar dat is natuurlijk wel precies wat er aan de hand is. Omdat wij de levensstijl hebben die wij hebben, met 3,6 wereldbollen die we opmaken, met een world overshoot datum, hè, waarin we de hernieuwbare, sorry voor het collegevoorzitter, de hernieuwbare bronnen voor Nederland al in mei op hebben gemaakt. En dat kunnen we alleen maar doen door alles van buiten Nederland hier naartoe te halen. Wat zorgt voor een enorme ongelijkheid. Dus op het tweede punt ook het compliment van, ja, laten we vooral ook andere landen elders helpen om zelfstandig te worden. Maar dat neemt niet weg. En kijk, daar vind ik de heer Baudet een beetje een pessimist. Een beetje een sombere man, zou je kunnen zeggen, dat hij denkt. Een doemdenker zou je misschien wel kunnen zeggen. Ik krijg hulp uit de zaal, dank. Dat Nederland dan niets zou hoeven te doen. Ja. Want Nederland wordt juist veel prettiger en veel fijner als we die voetafdruk terugbrengen. En dan heb ik zelf nog een aantal andere ideeën voor. Maar we gaan eerst even de reactie. Meneer Baudet. Want ik heb het gevoel dat toch mijn woord niet op elk punt goed zijn begrepen door meneer Van Raan. Wat ik bedoel is dat wij nu al ongelooflijk veel betalen aan de klimaatobsessie. Ik begrijp dat de Partij van de Dieren nog verder wil gaan dan het huidige kabinet. Maar in mijn ogen gaat het huidige kabinet al heel erg ver. En zijn de huidige klimaatplannen al volstrekt onbetaalbaar. Volstrekt onbetaalbaar. En dat zie je in mijn ogen terug aan de energierekening, aan de benzineprijs, aan het feit dat het leven onbetaalbaar wordt en ons landschap onleefbaar. En als je dan met dat beleid en met die gegevens ziet dat volgens uw doemprojecties de wereld vergaat over een paar jaar en weet ik wat er allemaal gaat gebeuren, moet je je dan niet achter de oren krabben en zeggen wat we gaan doen is adaptatie. Dus als het klimaat inderdaad een beetje zou veranderen, hè, dat weten we nooit precies, hebben we nooit helemaal in de hand. Maar het zou kunnen dat het een beetje warmer wordt, zou kunnen dat het toch weer een beetje kouder wordt. Zoals het ook de afgelopen honderden jaren gefluctueerd heeft. We kunnen ook een beetje dijken bouwen. We kunnen hier en daar wat meer aan irrigatiewerken doen. We kunnen op alle mogelijke manieren aan adaptatie doen. In plaats van met een volstrekt onzekere projectie over de toekomst onze hele welvaart weggooien. Dat is mijn punt. Heer Van Raan. Ja, voorzitter, dat vind ik nou wel jammer. Dat vind ik oprecht jammer, want nu gaat de heer Baudet het terrein van de sprookjes op. Wat ik echt onbegrijpelijk vind.
in de redenering van de heer Baudet. Is toch iemand die zeg maar alle geneugten en kennis van de wetenschap omarmt. Hij zou niet eens gekomen kunnen zijn, of hij is een horloge om zijn pols als hij het heeft, als culminatie van de wetenschap. Er werd gezegd, wat was het ook weer, hoe meer wetenschap, hoe meer leed en hoe meer verantwoordelijkheid. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, hoe meer wetenschap, hoe meer twijfel. Dus twijfel is weg. Maar het twijfelen aan wat nu wel vaststaat, hoe de wereld eraan toe is. En wat de projecties zijn, wat er gebeurt als we de anderhalve graad overstijgen. Voorzitter, ik heb echt grote moeite mee om op deze manier met de heer Baudet te debatteren. Als hij dat in twijfel trekt, want dat betekent dat hij ergens op Mars zit en ik op Venus waarschijnlijk. Dank u wel, de heer Baudet. Dat is niet te doen. Ja, dat is echt, heer Baudet. Het klopt hè, dat ik die projecties in twijfel trek en daar vind ik niet alleen heel veel wetenschappers mee aan mijn zijde, maar ook de ervaring van de afgelopen decennia. Ik had toevallig ter voorbereiding op dit debat nog eens even teruggekeken wat de projecties ook alweer waren van de Verenigde Naties en van andere clubs, Club van Rome die u ook al noemde, van de afgelopen decennia. Geen van die projecties zijn uitgekomen. Helemaal niet. Het is heel onvoorspelbaar. We weten al niet eens of het morgen gaat regenen of bewolkt is of zonnig is. We weten veel minder dan wat u doet voorkomen. Maar mijn vraag was nou juist, ging ervan uit, stel dat u gelijk heeft. Stel dat het waar is dat het een beetje warmer wordt. 1000 jaar geleden was het warmer op aarde dan nu, tijdens de middeleeuwse warmteperiode. 4000 jaar geleden was het enorm veel warmer op aarde dan nu. Er zijn heel veel fluctuaties door de eeuwen heen geweest. Het klimaat laat zich niet stabiliseren, is niet iets dat altijd stabiel is, altijd hetzelfde is. En stel nou eens dat het waar zou zijn dat een beetje meer CO2 niet alleen voor veel meer planten en bomen groei zorgt, dat is bekend, hè, maar ook dat het een heel klein beetje warmer wordt, dan kunnen we dat geld dat we nu wegsmijten aan die obsessieve terugdringdoelen toch veel beter besteden, was mijn vraag, aan adaptatie. Dank u wel. Bouw dijken, bouw irrigatiewerken. Zorg ervoor dat je leert leven met een beetje warmer. We gaan allemaal naar de zon op vakantie. Omdat de mens veel beter gedijt als het een beetje warmer is. Het is helemaal niet erg. Ik geloof die projecties niet. Maar zelfs als ze waar zouden zijn, is het niet erg als het gebeurt. De heer Van Raan. Nou, voorzitter, de heer Baudet begon zijn vraag met stel dat het niet waar zou zijn. Maar de kans dat het waar is, is zoveel groter dan dat het niet waar is, dat zijn vraag echt niet alleen onzin is, echt onzin, maar ook gevaarlijke onzin. Want er zijn hele volkstammen die misschien achter u aan gaan lopen en denken, oh, het is allemaal niet zo erg, want de heer Baudet zegt dat het niet zo erg is. Ik kan u verzekeren, maar geloof mij niet, geloof vooral de wetenschap, het is wel waar. Dus die stelt dat het niet waar is, is echt een onzinvraag. Dank u wel. We gaan nu luisteren naar de heer Baudet. Ja? Nee, u inbreng. Ja, nog één. Ja, nog één vraag. Ja, nog één vraag. Ik doe uw microfoon even aan, dan kunnen mensen u horen. De heer Baudet. De wetenschap is de meest onwetenschappelijke opmerking die je kan maken. De wetenschap. Er is niet zoiets als de wetenschap is een methode. En het idee dat zoveel procent van de wetenschap is ook geen democratie. Toen Albert Einstein zijn relativiteitstheorie presenteerde, waren er 100 wetenschappers die zeiden dit is niet waar, dit kan niet enzovoort. Hij zei, joh, als ze gelijk hadden, hadden we aan één persoon voldoende gehad. Het gaat in wetenschap niet om kwantiteit, het gaat om argumenten. En het IPCC is een gepolitiseerd collectief van sommige wetenschappers. Er zijn heel veel klimatologen, geologen, archeologen, noem het dan maar op, die hebben hele andere visies op klimaat, op CO2 enzovoort. Ja. Dus het is een slotopmerking. Deze discussie uit de weg gaan met de opmerking de wetenschap vindt iets, is onzin. En mijn punt was juist ook helemaal niet om wel of niet gelijk te hebben over deze wetenschappelijke discussie. Mijn punt was, zelfs al zou het allemaal waar zijn, dan nog is het veel beter om ons aan te passen dan om obsessief te proberen dat terug te dringen. De heer Van Raan. Ja, voorzitter. Nou, de heer Baudet heeft natuurlijk gelijk, want de wetenschap bestaat niet, net zoals de politiek bestaat, niet de Nederlander, et cetera. In die zin heeft hij natuurlijk helemaal gelijk. Tegelijkertijd, en hij heeft ook nog eens een keer gelijk dat wetenschap een zaak is van vragen stellen, twijfel, gevechten, paradigmaveranderingen. De heer Snel had het al over. Dus dat proces, ik denk dat we dat alle twee herkennen. Maar
In dat proces gaat het ook over de gouden regel van wetenschap. Hoeveel bewijs is er dat je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid iets kan stellen? En dat is bereikt voor de klimaatwetenschap. En of je dan... Ja, ik zie nu weer... Ja, weet je, dan wordt het een beetje alles niet... En dat wordt heel, Nee, heel lastig. Maar volgens mij is het voldoende uitge... Ik denk dat de behoefte aan wetenschap... Het is voldoende in de Kamer weer is vastgesteld. Ja. En misschien kunnen we elkaar daarin vinden. Meer wetenschap in de Kamer. Dank u wel, meneer Van Raan.